Lucas, la 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 la. Lucas, la 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 la. Derek, gefeliciteerd met je urencontract naar Anderlecht. Ik hoop goed dat je het ding doet zoals vorig jaar en dat je ja, geen goals tegenkrijgt. Ja, mooi. Leuk. Leuk om dit te zien. Zeker van hun drie zijn we gebroeders en ja, zijn alles voor mij, man. Brian, zeg jij het, man. Ja, ik denk de 1-op-1 duels. Ik denk dat dat wel zijn grootste kwaliteit is. Voor mij explosief. En voor mij is het wel zijn voetbalvermogen. Jawel, jawel, jawel. Ik ben het over het algemeen wel eens met ze. 1-op-1, power, kracht, snelheid gebruiken. Ja, het is prima. Dat hij het heel goed zag zitten. Hij kreeg advies van company. Dus daar kon hij heel veel van leren. Wat ik kan leren van hem, dat pak ik zeker op. Alles wat hij zegt, pak ik zeker op en probeer ik het in mijn spel neer te leggen. Dus ik denk wel dat hij belangrijk is. Ja, voor zich erg thuis staat. Dus, hij is blij. Mooie club. Ik kom met een lach op de training. Leuke spelersgroep. Voor mij persoonlijk zou ik ook niet echt een andere club willen spelen dan Anderlecht, omdat ik vind dat Anderlecht de grootste club is in België. Ik sta volgens mij heb je wel een Frans gevoel gekomen, dus hij is er wel mee bezig om te leren. Dus dat gaat wel goed komen. Ja, mijn Frans is helemaal niet goed. Totaal niet. Maar ik heb inderdaad wel een Franse boek, dus ik ga ermee aan de gang. Ja, ik hoop het liefst dat ze me volgend seizoen een goed seizoen draaien. Dat hij belangrijk kan zijn voor het team en uiteindelijk dat Anderlecht kampioen kan worden. Dat zou mooi zijn. Voor Anderlecht en voor hemzelf. Ik denk als team zijnde dat we gewoon een beter seizoen gaan draaien dan wat we vorig jaar hebben gedaan. En daar heb ik ook veel vertrouwen in dat het gaat lukken. Dat we zijn gegroeid als team. En voor mij persoonlijk gewoon dat ik het team kan helpen. Voor iedereen die Anderlecht een warm hart toedraagt. Dus daar gaan we voor. Ja,